Hallo allemaal en welkom weer op mijn kanaal. En vandaag is het knutselen met Blommy en dan de editie Kids. En vandaag gaan we kaartjes maken van washi tape. Wat heb je nodig? Papier. Je kan daarvoor een vel papier wat je zelf tot een kaartje knipt of vouwt. Maar je kan natuurlijk ook, zoals bij de Action of bij de Hema, heb je, of Vibra, Zeeman, heb je allemaal leuke al kaartjes voorgevouwen in allerlei kleurtjes. Die kun je ook gebruiken. Dat heb je nodig. Wat heb je nog meer nodig? Lijm. En, tadaa, washi tape. Nou, ik krijg ook heel vaak washi tape. Ik gebruik dat ook voor mijn vrijwilligerswerk, waar ik knutselactiviteiten doe. Dus dat ja, vind ik natuurlijk heel leuk om dan te gebruiken. En daarnaast kun je, en dat is optioneel, dus dat betekent dat hoeft niet, kan wel stiften. Dus dat heb je nodig. En ik ga jullie drie verschillende dingen even laten zien. En het eerste is dat je washi-tape kan doen op een vorm. En dit is, ik heb dit even geknipt, dit wordt een ijsje, zo, en een hartje. En nu kun je hier bijvoorbeeld de washi tape opplakken. En zoals op het ijsje kun je het dan opplakken. En daarna kun je het dan vastplakken op een kaart. Nou, wat heb je dan nodig? Washi tape. En laten we bijvoorbeeld even bij het hartje beginnen. Ik leg het ijskootje even aan de kant. Het hartje, en dan zou je bijvoorbeeld tape kunnen doen met rood, want dat is leuk voor een hartje. Nou, dan neem je een stukje washi tape en dan haal je een stukje eraf en dan plak je dat hier zo op. En dan doe je er een kleurtje naast wat bijvoorbeeld bij elkaar past. Of misschien vind je het juist leuk om hele gekke andere kleurtjes te doen. Is natuurlijk ook leuk. En dan kun je die hier erboven plakken. Zo. Maar wat ik heb gedaan. En dan kun je aan het eind. Kun je hier dus langs de rand. Ik zie dat ik dit washi tapeje dus wat langer had moeten doen. Maar dan kun je het langs de rand dus helemaal mooi afknippen. En dan heb je dus een hartje met allemaal verschillende washi tapejes. En natuurlijk, want ik haal deze er even af. Want ik heb op de achterkant heb ik hem al gemaakt. Kijk, en is die zo geworden. En dit heb ik gedaan van de sprookjes washi tape. En dan de washi tape met de sterretjes. De love. En even kijken, nog een stippen. Heb ik hier ook liggen. Die heb ik daarvoor gebruikt. Kijk, en dan kun je hem op de kaart plakken. Hartstikke leuk. Een beetje lijm erop. Je plakt hem op de kaart. Nou, laten we hem eens een keer zo doen. Een mooi hart. Nou, en wat ik dan leuk vind, is om in de kleurtjes wat er op zit, doe ik dan, en dit is een stift met een dikke punt, zet ik nog wat stippen erop. Ja, ik vind dat dan gezellig. Het is maar net wat je zelf leuk vindt. Nou, deze hou ik dan bij rode stippen. Zo. Oh. En dan is je washi-kaartje klaar. Nu zie ik dat één stipje een beetje is uitgeveegd net. Maar daar kan je ook een stikkertje overheen doen of wat dan ook. Maar zo is die dan geworden. Dat is één. Nou, en dan kun je bijvoorbeeld de ijsko, dat is deze, die kun je dan ook maken. Ik heb daarvoor een reepje geknipt en aan de onderkant even afgerond. Plus, ik heb een soort rechthoekje geknipt. En de rechthoek heb ik aan de bovenkant helemaal rond gemaakt, zodat het een ijsje wordt. En dan kun je hem zo op elkaar leggen. En dan heb je tape, bijvoorbeeld met ijsjespatroon, zoals deze. Die kun je erop leggen.
En dan kun je dus weer verschillende tapejes gaan gebruiken. Dat is trouwens deze die ik dan gebruik. En even denken, welke kun je nog meer gebruiken? Nou, wat is leuk hierbij? Bijvoorbeeld deze. Nee, dat vind ik niet zo leuk. Ik vind deze wel leuk. Nou, dan let niet op mijn stem. Dat is nog steeds zo. Een beetje verkouden. Dus dat slaat dan bij mij op mijn stem. Nou, dan doe je een washi-tapeje erboven. Dit is ook een leuk randje. En zo maak je hem helemaal vol. Dan kun je hem weer uit afknippen. En dan heb je dus een ijsje. Ik haal dit er weer even af. Want ik heb het al voorbereid. Dit is hoe ik hem heb gemaakt. En dan kun je het stokje. Maar je kan natuurlijk ook een echt stokje. Maar die had ik nou net eventjes niet. Dus ik denk, ik doe even deze. Die doe je eronder. Kijk. Oh, moet je wel een beetje recht doen. Zo. Zit die zo een beetje recht, jongens? Ja. Nou, dan neem je een papiertje. Daar kun je hem opplakken. Beetje lijm er weer op. Daar plak je hem op. Zo. Nou, en deze heeft allemaal verschillende kleuren. Dus kun je, wat ik dan leuk vind, is dus om met die dikke punt dus overal stippen op te zetten. Met allerlei kleuren. En ik zie, er zit blauw in. Dus je kan met blauw stippen erop zetten. En er zit roze in. Nou, en dan kun je bijvoorbeeld sturen als... stel dat opa en oma op vakantie gaan. En die gaan lekker ver weg. En jij vindt het leuk om een kaartje te sturen. Dan kun je deze natuurlijk hartstikke leuk naar ze toe sturen. Of je vriendinnetje gaat op vakantie. En die wil jij een leuk kaartje meegeven. Nou, dan denk ik dat ze dit heel erg leuk vindt. Ik doe de dop erop. En dan is dit je kaartje met de washi tape. Ik vind hem heel leuk geworden. Dit is denk ik wel een van de favorieten. Nou, en wat je dan kan doen, is je kan ook iets, een figuurtje, kun je op het papiertje tekenen. En ik heb daarvoor dit labeltje gebruikt van By Birds van Drak. Ik weet helemaal niet wat het is. Dat heb ik ergens aangekregen. En toen dacht ik, hey, dat is leuk om te gebruiken. Daar heb ik een vogeltje van uitgeknipt. Kijk, en dan doe je dat op het papier. En dat vogeltje, dat leg je dan op een ander papiertje. En dan kun je hieronder, kun je dus allemaal washi-tapejes plakken. En dat heb ik natuurlijk al gedaan. Want anders wordt de video wel heel lang. En kijk, dan leg je dat erop. En dan heb je dus een ontzettend leuk vogeltje. Kijk eens. Met allemaal verschillende washi-tapejes. Ik vind deze er ook heel leuk uitzien. En je kan zelf weten wat voor kleuren je doet. Nou, deze heb ik met goud gebruikt. En deze hele leuke, de banaantjes van de HEMA, van de Back to School serie. Dus dit is ook nog een manier wat je kan doen. En dan ga ik nog een laatste manier, die ga ik samen met jullie maken. Ik ben er al aan begonnen. En dat is dus dat je op de kaart zelf dat je washi-tapejes plaatst. En ik heb ervoor gekozen om ze schuin te plaatsen. En je begint bovenin, in het midden met één tapeje. Dan plaats je de andere kant eronder. En zo ga je steeds weer verder. En dan komt er een heel leuk patroontje uit. Zoals deze. En even kijken. Ik ben bij roze. En wat kan ik eronder doen? Ik kan nog best wel een alpakaatje doen. En ik heb al alpaca tape even een stukje afgeplakt. En dat plak ik hieronder.
Het moet iets. Zo. Kijk, dan komt het weer precies volgens de lijn komt het eruit. En die tapejes doe je straks eventjes afknippen. Dat hoeft nu nog niet. Nou, en dan kun je daaronder bijvoorbeeld, want de andere kant heeft ook een alpaca, kun je een roze doen. Is ook leuk. En ja, jullie weten, ik hou van stippen. En we hebben nu stippenknutselmaat, dus deze lagen allemaal voorhanden. Deze is leuk. En dan kijk ik even wat ik nog meer heb. Ik kan aan de andere kant een roze doen met stippen. Hij is bijna klaar dan. Dan is het aan de onderkant. Zo. Ja. En dan doe ik als ene laatste nog een leuk tapeje met tulpjes. Die plaats ik hier nog. En dan heb je superleuk. Oh, ik kan hier ook nog wel één plaatsen. Heb ik nog een klein stukje? Eens even denken. Wat zal ik daarop doen? Dat is wel een heel klein stukje. Even kijken. Pas deze erbij. Deze past erbij. Ik vind even het begin. Dan knip ik alvast even een recht stukje. Want ik scheur meestal washi-tape. Ja, voor dit is dat niet zo mooi. Kijk, en dan kun je hier nog één plakken. Kijk, en dan knip je alles bij de zijkant af. En dan heb je echt een hele hippe kaart. En deze is dus in roze kleuren. Pink, roze. Dat hier een foutje in zit, zo niet meer. Nou, en moet je eens kijken wat een leuke kaart je dan hebt. Nou, dit waren de voorbeelden die ik heb gemaakt. Vind je het leuk om voor mij zo'n washi tape kaartje te ontvangen? En ben je onder de 16 jaar, dan kun je in de reactie je even zeggen: ik vind het leuk om een kaartje te ontvangen. En dan. Als er meerdere zijn, dan lood ik even. En anders neem ik even contact met je op door een reactie te geven. En dan kun je via e-mail even je adres sturen. En dan krijg je van mij zo'n leuk washi tape kaartje. Heb je meteen het voorbeeld bij je. Nou, dit was het voor deze keer. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. Dan een duimpje. En abonneer en klik op het belletje. En dat was het. Dag, tot de volgende keer.